Thuisploeg Cambuur Leeuwarden staat op de 15e plaats. Maar het gegeven dat de ploeg de laatste twee thuiswedstrijden won, biedt perspectief. Is het hier Lettinga die de bal meekreeg van Slory. En Lettinga maakt de openingstreffer. Al na 12 minuten staat Stormvogels Telstar op een 1-0 voorsprong in Leeuwarden. Hier is het Slory die Lettinga aanspeelt. Het is dan Heldens die nog in de buurt is. Maar die kan niet verhinderen dat Lettinga de score opent. Correa met de ruimte aan de rechterkant. Onder andere daar Ommel in de 16. En het is nu dan Slory. Slory die moet het gaatje zoeken. Slory vindt het gaatje en het wordt 2-0. Na ruim een half uur spelen is het de riante voorsprong voor Stormvogels Telstar. De ploeg die de laatste vier wedstrijden verloor. En het is hier Slory die sinds 19 december niet meer scoorde. En nu eindelijk weer een goaltje meepikt. Opnieuw Correa. Correa die vindt Ommel. En het wordt 3-0 voor Stormvogels Telstar. Ommel die vorige week op de bank startte, moest weer scherp worden van trainer Jan Poortvliet. En hier bewijst hij dat hij scherp is. Na 39 minuten de riante voorsprong. In dezelfde minuut is het Muhammadu die er 1-3 van maakt. Ibad Muhammadu, de oudspeler van FC Twente, die voor rust nog wat terug doet. En dat doet hij heel fraai. Hier ziet hij dat moeilijker te ver voor zijn goal stond. Rozenburg. Is het daar Veldman? Veldman en Moeilijker die los moet laten. En Bruin die er 2-3 van maakt. Hij maakt zijn achtste van het seizoen. Hier die moeilijke bal voor Moeilijker. En Bruin als de kippen erbij om zijn goaltje mee te pikken. Zo komt de thuisploeg goed terug. Rozenburg. Rozenburg en Bruin met de kopbal. En het is 3-3. Na 76 minuten. Een spektakelstuk in het stadion van Cambuur. Bruin op de goede plek. En maakt de tweede van de avond. Wordt het dan 4-3 zou je zeggen. Nee, het is Correa die verdedigt. Maar het is daar Schaken. Schaken die de bal op een presenteerblaadje aangereikt kreeg van Correa. Het blijft 3-3. Slory zet de aanval zelf op en kan vervolgens doorgaan. Slory rechtop keeper De Vries af. Maar De Vries redt uitstekend. En zo blijft het 3-3 tussen Cambuur Leeuwarden en Stormvogels Telstar.